Ik ben Rob van der Hulst, ik ben bedrijfsvoerder drinkwater bij PWN. Samen met mijn collega's zorg ik ervoor dat er water uit de kraan komt. Natuurlijk zijn we trots op ons werk. Dat is de eerste levensbehoefte, drinkwater. Dat hebben we allemaal nodig. Je moet daar niet de hele dag aan denken. Je moet gewoon je werk doen. Met z'n allen, met het hele bedrijf, zorgen we gewoon dat iedereen gewoon iedere dag kan beschikken over voldoende, kwalitatief, heel goed drinkwater. Dus je moet dat samen doen. Ja, je kan je collega's dan ook gebruiken als klankbord natuurlijk. Zeker daar waar je raakvlakken hebt met andere bedrijven, instanties, moet je het samen doen. En wat je natuurlijk tegenwoordig ziet, is de hele discussie van allerlei stoffen die gevonden worden in het water. Of wij die in de toekomst ook kunnen verwijderen. Zodat het drinkwater ook in de toekomst betrouwbaar blijft. Dat zijn denk ik wel de uitdagingen. Het werk evolueert altijd. Er komen nieuwe technieken. Materialen veranderen, moet je zelf ook mee verbeteren. Ja, wij zitten natuurlijk hier in de duinen, de Noord-Hollandse duinen. Ja, dat mogen wij gebruiken voor de drinkwaterproductie, dus dat is wel redelijk uniek, ja. Ik zeg altijd, wat dat betreft hebben wij het mooiste beroep, spelen met zand en water.